Hoi lieve tweelingzielen, welkom bij mijn dagboek als sjamaan. Mijn naam is Avalon Sjamaan en mijn naam als hoge Inca priesteres is Itua. In deze video's op mijn kanaal ga ik mijn dagboek als sjamaan met jullie delen. Dat doe ik ook op mijn social media. En dat is mijn tweelingzielenreis. Dat is de Inca profetie van het samenvliegen van de adelaar en de condor die ik uitdraag. En dat betekent het herenigen van de divine masculine en de divine feminine binnen in ons. De adelaar staat namelijk voor de masculine energie en de condor staat voor de feminine energie. Nou, de adelaar is weer verbonden aan Noord-Amerika en de Native Amerikanen van Noord-Amerika. En het grotere geheel, ons denken, onze ratio. En de condor is verbonden aan Zuid-Amerika, aan de Quero-shamanen. Mooi, hè? Met de lama's die lekker in je gezicht spugen. Oh, echt. Ik mag hopen voor je dat het nooit is gebeurd. Lijkt me zo smerig. Ik heb wel eens een keer een mail gehad die echt zo... Lag ik op het strand zo. Lekker zonnig. En toen echt zo... Ik wou zeggen hier, maar het was niet hier. Het was echt op mijn buik. Zo flats. En toen dacht ik... Oh, het is echt heel warm. Dacht ik toen. Die poep is heel warm. Dan moet je verwachten, want anders ga je eraf aan en dan gaat het zo. Oké. En de condor staat voor ons gevoel. En dat is de divine feminine energie. En wanneer wij die masculine energie met die feminine energie in elkaar herenigen. Of in elkaar, in onszelf herenigen. Herenigen de tweelingzielen zich met elkaar in de buitenwereld. Dat is wat ik uitdraag als sjamaan. Dat is waarin ik onderwijs als sjamaan. Dat is waarin ik programma's begeleid als sjamaan. Voordat ik ga beginnen aan deel van mijn verhaal delen van mijn ervaring met de energie. En ook natuurlijk een tarot reading, want dat is mijn grote passie. Altijd net als ik die kaart, alsof ik met mijn Barbie speel. Ik heb geen Barbies meer, maar vroeger wel. Ik was echt zo'n... ik was niet echt een tutje. Hoezo is een tutje een verkeerd iets, toch? Nee. Maar ik was wel echt een meisje. Ik hield echt van mijn popjes en mijn Barbies. En vooral ook echt gewoon lekker in mijn eigen wereld verkeren. Nou, deze video gaat over de volle wormmaan. En dat is direct een mooie brug. Want daarbij gaan we meer in onze eigen wereld verkeren. Luisteren naar onze eigen wijsheid. Voordat we gaan beginnen, 1 april 2022 vangen er 2 nieuwe programma's aan. 2 nieuwe programma's. 2. Najib Amali. Ik ken jullie nog. 2 Pita Broodjes. 2. Oké. 2 nieuwe programma's vangen daar aan. En dat is 1 programma, is het Medicijn Wil Jaarprogramma. Dat is dus een jaarprogramma. En dat leert jou om echt in harmonie te raken met jouw tweelingziel. En dat begint binnen in jouzelf. Hè, dat is de Moeder Aarde Astrologie. De Moeder Aarde Astrologie creëert buiten ons hoe wij ons binnenin ons voelen. Wanneer wij niet in harmonie zijn met ons denken en ons gevoel, dat we daar actie ondernemen, dat zijn onze 3 krachtvelden. Bij de Quero-shamanen heet dat Yagai, Munai en Lankai. Wanneer dat niet in harmonie is, in eenheid met elkaar, dan is dat hogere plan niet in eenheid met de aarde. Dan zijn onze gedachten saboterend. En dan is onze buitenwereld niet zoals het zijn moet. Zoals we het willen hebben, laat ik het zo zeggen. Overeenkomstig de goddelijke wil. Zoals we dat voelen. He, zoals nu, ik heb dus de afgelopen 4 maanden heeft mijn kanaal stilgelegen. Omdat ik echt zo in een reset moest gaan. Ik moest gewoon echt alle zeilen bijzetten om mezelf staande te kunnen houden. Zo pittig was mijn initiatie als sjamaan. Om dat niet voor jou zo mega pittig te maken, begeleid ik op 1 april ook het Vind Jouw Spirit programma. En dat is een 6 maanden programma waarbij ik jou echt opleid als Quero-shamaan. Dus dan leer je van mij met je messa werken. Nee, dit is mijn messa, mijn medicijnbundel. Daarin zitten al mijn kuya's. En mijn kuya's zijn weer mijn medicijnstenen. Nou, dit is bijvoorbeeld mijn
Kuya verbonden aan mijn hartchakra. En die Kuya's gaan wij allemaal met elkaar gaan we die inwijden. Dus we doen dat met een klein groepje vrouwen. Zodat ik goed voldoende persoonlijke aandacht heb voor iedereen. En dan ga ik jou ook boodschappen van de Quero doorgeven. Dus ik ga je echt in lijn brengen met jouw sjamaan zijn. Maar ook leer je dus echt de technieken om als sjamaan aan het werk te kunnen gaan. Om echt jouw eigen bedrijf als sjamaan te kunnen starten. Hè, en het programma richt zich op een online bedrijf. Omdat jij online echt de meeste mensen kunt bereiken. Maar het is natuurlijk altijd aan jou de keuze wat het beste voelt. Als jij zegt, nou, ik wil toch liever offline werken. Dan kan het altijd. Maar waar we het meeste focus in stoppen, dat groeit. En wanneer je een online bedrijf hebt, kun je gaan en staan waar je wilt. En dat is dus altijd mijn wens geweest. Met mijn verbeeldingsslag heb ik dat uitgezonden. En nu ben ik dus in een transformatie terechtgekomen. Daarom moest ik echt even stilstaan. Er kwam zoveel omhoog van mijn traumaheling. Ik heb echt zo diep shamanistisch ademwerk gedaan. Om echt helemaal diep binnen in mezelf te gaan. Je vindt hieronder ook allemaal links naar mijn aanbod voor tweelingzielen. Waarin ik mijn ervaring dus heb gestopt in mijn aanbod. Hè, dat doe ik dus ook met het Medicijn Wiljaarprogramma en met het Vind Jouw Spirit programma. Dat komt allemaal vanuit mijn eigen kennis en wijsheid als sjamaan. Leer ik jullie nu hoe jullie met jezelf kunnen leven. Hè? Hoe jullie... Het klinkt een beetje raar. Hoe je met jezelf kunt leven. Dat doe je al je hele leven volgens mij. Hoe je echt in lijn met jezelf kunt zijn. In harmonie met jezelf kunt zijn. Je patronen de baas kunt worden. Het Medicijn Wiljaarprogramma bestaat echt wel uit schaduwwerk. Want je kunt niet herenigen met je tweelingziel wanneer er nog zo'n blok in je baarmoeder- en buikgebied zit. Dan kom je namelijk niet in actie. En daarvoor zit het Medicijn Wiljaarprogramma vol met de 13e rieten van de Moonaiki. Die geef ik ook los. En wanneer je meedoet met het Medicijn Wiljaarprogramma zit dat er dus bij in. Ontvang je iedere nieuwe maand van mij een baarmoederinwijding. Dat is een shamanistische audioreis. En die kun je dus lekker online volgen vanuit huis. En die geef ik ook los. Dus die kun je bestellen in de webshop. En die geef ik los. Zodat je dus mee kunt doen met de grote groep met vrouwen waarmee we dat gaan doen. Ons kunnen verbinden in de energie met elkaar. En in die 13e rieten ontvangen wij dus de zaden voor ons hogere pad. Die plant ik bij jou doordat ik ze channel. Hè, van wat de spiritdimensie aan ons doorgeeft. Ik maak met shamanistische extractie jouw baarmoedergebied schoon. Schep ik zo. Hats, zo je hoedje eruit. Je zware energie. En plant ik daar sami in. Hè, lichte energie. Zodat jij steeds meer verlichting kunt bereiken voor jezelf. En dat begint dus bij jouw gevoelens. Bij jouw eigen gevoelens. Bij jouw eigen gedachten. Wat zend jij uit? Als jij heel veel angst nog uitzendt en pijn wat in jouw baarmoedergebied opgeslagen ligt, dan is dat wat je aantrekt in je buitenwereld. He, dan zijn het moeilijke situaties. Dan vinden er ineens towermomenten plaats dat je denkt van, hoezo stort mijn hele wereld nou weer in? Of hoezo heeft mijn tweelingziel nu weer een nieuwe vriendin? Dat is bij mij echt aan de lopende band gebeurd. Eigenlijk iedere keer wanneer ik contact met hem had, had hij een nieuwe vriendin. Dat ik dacht, oké, hallo, prachtvrouw, sexy, mooi, intelligent. Ik weet het niet hoor. Maar wat gebeurde er dus, is dat ik voelde mij niet zo. En dat was dus een gebrek aan eigenwaarde. En die eigenwaarde versterk ik bij jou. Het Medicijn Wiljaarprogramma is daarvoor een jaarprogramma. Zodat we dus een lunair jaar, een maanjaar, mee kunnen gaan helen met het medicijnwiel. Het medicijn is dus jouw verbinding met jouw ware natuur. Dus we gaan echt dat drap uit jou weghalen. Zodat jij weer vol kunt raken. Zodat je kunt realiseren, hey, ik heb eigen wijsheid, ik heb eigen kennis en daar ga ik op af. Ik mag uniek zijn, ik hoef die patronen niet te herhalen van mensen te pleasen. Ik heb daar mega grote stappen in gemaakt sinds dat ik dus dat Medicijn Wiljaarprogramma ben gestart vorig jaar 2021 in de lente. En nu start er dus
ieder jaar in de lente. Nou, via de website kun je het gehele e-learning programma vinden. Nou, niet het gehele e-learning, dat is een beetje raar. Daar moet je natuurlijk gewoon voor betalen. Maar je vindt daar wat er in het e-learning programma zit. Ik begeleid jullie in een besloten Facebookgroep. Dus dit doen we samen. Hè, zodat we samen met elkaar kunnen delen. Zodat we elkaar kunnen upliften. Maar ook zodat we gewoon die stront met elkaar kunnen delen. Die we soms uitscheiden. Ja, weet je. Je voelt je soms gewoon niet lekker in je vel. En dat mag gewoon. Dat mag. Dus even als verschil. Dat medicinaal jaarprogramma ontwaak ik de sjamaan in jou. Dus we lopen het pad van de sjamaan. Maar dat is jouw eigen innerlijke wijsheid. Dan heb je het, vind jou, zodat jij je unieke tweelingzielenpad gaat bewandelen. Hè, naar die harmonie met je tweelingziel ook in de buitenwereld. Afkomstig van jouw gedachten en gevoelens. Trek je aan. Dan hebben we aan de andere kant het vind jouw spiritprogramma. Dat is een meer intensief programma. Omdat je daar allerlei belangrijke initiaties van mij ontvangt. Dus je wordt echt geïnitieerd als sjamaan. Met het vind jouw spiritprogramma door mij. Nou, daar zijn al meerdere shamanen mee opgeleid. En die hebben echt een prachtbedrijf voor zichzelf nu gestart. Daar vind je ook reviews van terug op mijn website. En die hebben nu hun eigen aanbod als shamaan. Gaan er echt voor. En die hebben echt hun zielsmissie daarmee gevonden. En in welke vorm dat gebeurt voor jou, dat zal allemaal tijdens het programma ontstaan. We zijn allemaal uniek. Dus dat pad zal voor iedereen uniek zijn. Alleen jij leert dus werken met die kuya's, met die medicijnstenen. Zodat jij daarmee jouw eigen innerlijke wijsheid terugvindt. En dus jouw zelfstandig ondernemerschap. En dat is echt jouw divine masculine kracht die jij gaat inzetten. Nou, ondernemerschap is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Hè? Dus jij moet ook voelen of jij je daaraan toe bent. En dat heeft dus te maken met een bepaalde... Ja, een bepaald moment in je leven natuurlijk. Hè? Hoe jij je daaronder voelt. Goed. Nog tot slot. Ik heb dus ook een shamanistisch ademwerk starterspakket samengesteld. Aan de hand van mijn ervaring met een 30 dagen challenge. Waarmee jij dus zelf een start kunt maken met ademwerk. Daarin vind je 3 verschillende shamanistische ademwerkreizen. 10 minuten, 20 minuten en 30 minuten die je kunt herhalen voor jezelf. Om echt die verbinding met je buikgebied terug te vinden. Hè? Met jouw actiecentrum. Met wie je bent. Met jouw kern. Wat is het nu dat jij hier komt brengen? En mocht een jaarprogramma dus te veel zijn voor je. Dan zou je kunnen starten met dat ademwerk. En dat onderdeel maken van je leven. Dat ademwerk zorgt dus voor soul retrieval. En dat betekent het terughalen van jouw ziel. Van jouw tweelingziel in jouw lichaam. En dat betekent dus ook dat de communicatie met jouw tweelingziel daardoor verbetert. En dus ook in spiegel in jouw buitenwereld zich gaat uiten met jouw tweelingziel. Toewijding aan jezelf is daarvoor nodig. Wil je meedoen aan het Medicijn Wild Jaarprogramma, dan zit dat shamanistisch ademwerkpakket daarbij in. Dus jij krijgt dan ook nog allemaal meditaties, tarot, tweelingzielen masterclasses. Nou, het zit echt bomvol met allemaal kennis voor jou om jouw missie en pad als tweelingziel beter te leren begrijpen. En daarmee dus de communicatie met jouw tweelingziel in spirit te verbeteren. In harmonie te raken met jezelf. En dat weer uit in je buitenwereld. Oké. We gaan even de heilige ruimte openen en schoonmaken en de apus aanroepen. Dat zijn de heilige bergspirits van Peru. En dan gaan we beginnen met de tarot reading. Oké, dan. Oh ja, nou dit is dus een amethyst. En die helpt mij. Deze komt uit Frans. Mijn tweeling komt ook uit Frans. Deze helpt mij dus, die amethyst, om mijn kruinchakra meer te openen. Mijn kruinchakra. Wat vinden jullie van mijn invlecht? Die heb ik vanochtend zelf gemaakt. En mijn kruinchakra meer te openen. En dus ook mijn derde oog. Eigenlijk verlicht deze amethyst mijn hele bovenste chakra's. Zodat ik meer in verbinding met de spiritwereld kan staan. En met mijn pad als sjamaan. Met het uitvoeren van mijn ceremonies. Goed. Ik ga echt uren lullen hierover.
Over van alles eigenlijk. We hebben hier over van alles. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Daar deel ik mijn dagboekverhalen als je maan. Je kunt, en als tweelingziel dus. Ik schrijf ook blogs. Mijn website www.hetdagboekvanenshamaan.nl, waarin ik ook meer vertel over mijn reis met mijn tweelingziel en over de stukken waar ik doorheen ben gegaan. En want dat is het pad van de shamaan, is echt het pad van het naar binnen keren. Wanneer jij jouw divine feminine energie versterkt, dan groeit jouw divine masculine daarin mee. Dan ontwaakt jouw divine masculine daarin mee en dat is in de spiegel jouw divine masculine in jouw buitenwereld. Oké. Via taxi, via koetje, patja, kamari. May all bad spirits be gone. Ik wil geen negatieve overleden dierbaren bij me hebben, AUB. Ik wil geen negatieve entiteiten bij me hebben, AUB. Ik wil geen depressieve overleden dierbaren bij me hebben, AUB. Ik wil dat alle spirits die niet bij mij horen, eventjes nu de caravan verlaten. Dank jullie wel. Het is heel belangrijk om je te beschermen. Hè? Hier leer je ook meer over tijdens het medicijnwiljaarprogramma. Bijvoorbeeld ook hè? Wat de medicijnbundel inhoudt. Hoe jij je beter kunt leren beschermen. Want naast dat ik Quero-shamaan ben, hè, onderdeel daarvan, ben ik ook Deathwalker. En Deathwalker betekent dat ik de overleden zielen, de overleden spirits begeleid naar de andere dimensie. En dat doen we dus ook. En dat hoor je mij dus ook doen tijdens iedere baarmoederinwijding. De 13e rieten kun je dus losbestellen in de webshop. En enzovoort. Dat heb ik allemaal verteld. Kindje valt in de herhaling. Oké. Maak een feestje van het leven. Doe je ogen maar even dicht. Doe maar even dicht. Kun je even verbeelden. Dat je eventjes gewoon aan een kampvuur zit. Met de voorouders. Vogels zie ik vliegen. Papegaaien. Lorahara's. De wind waait. Een briesje. De bomen gaan daarin mee. Met de koeien. Oh ja, zing. Ave. Maria, Purissima. Ay, 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 ay. Nee, we gaan even niet beatboxen erbij, nee. Doe je ogen maar weer open hoor. Ben weer terug. Ben weer terug van weg geweest. Zo, ik had even iemand aan de deur. En niet zomaar iemand, de eigenaar van deze caravan. Even korte toelichting voordat we met de reading gaan beginnen. Is, ik ben verhuisd van een appartement naar mijn auto. Je denkt, oké, was niet uit vrije wil. Ik voelde alleen maar, ik kan gewoon niet langer in een appartement blijven wonen. Ik voelde me opgesloten. Ik wilde gewoon lekker meer in de natuur zijn. Dus ik ben verhuisd. En ik ben gewoon, ik moest het appartement uit. Prima. Nou, dat is de auto geworden, een huurauto, waarbij ik achterin kon slapen. Mocht je me volgen op social media, dan heb je dit allemaal wel voorbij zien komen. En op een gegeven moment had ik zoveel zorgen dat ik dacht, ja, maar hoe kan ik nou straks goed gaan werken? Hoe kan ik nou de ceremonies goed gaan begeleiden vanuit zo'n auto, hè, met het Vind Jouw Spirit programma? Hoe kan ik nou mijn tarotreadings lekker en fijn doen, wanneer ik dus in de auto woon? Hè, dat is allemaal een beetje behelpen en ik heb het een tijdje gedaan achter het stuur, wat ook niet echt heel ideaal, maar goed. En wat gebeurt er nou? Toen voelde ik, oké, ik ging weer terug. Ik woon dus nu op mijn eigen terrein. Zoveel is er dus gebeurd de afgelopen tijd. Huur ik dus een terrein waar ik nu op woon. Waar ik echt mijn ecotuin en zo ga maken. Dit is echt de gezamenlijke droom van mijn tweelingziel.
Die op dit moment niet bij elkaar zijn. Want we zijn allebei nog onze stukken aan het uitwerken. Ik op Fuerteventura, het eiland dat voor ons bedoeld is. En hij in Frankrijk. Hij is Frans. Dus ik kom hier terug op mijn terrein. Heb ik dus een nieuwe buurman. Nou, het is een boerderij. Die buurman woont wat verderop. Dus ik maak kennis met hem. En nou, we hebben het erover. Echt de eerste dag. Hè? De eerste dag dat ik hem spreek. En ik laat zien dat ik in die auto slaap. En hij zegt van, nou, wat zijn ideeën zijn voor zijn leven. Hij woont nu in een best een luxe camper, maar die wil hij verkopen. Want hij heeft ook een caravan en die wil hij dan op zijn eigen stuk grond neerzetten. En toen dacht ik, wacht eens even. Je hebt een camper en een caravan. Je hebt ook een caravan. Nou, wat gebeurt er dan? Je gaat natuurlijk niet, wanneer je iemand net ontmoet, direct aan diegene vragen. Oh, je hebt een caravan. Oh, weet je. Nou, dan wil ik daar weer wonen. Zullen we dat regelen? Nee, dat ga je dus niet doen. Dus wat deed ik wel? Dat idee, dat zaadje werd bij mij geplant. Dus wat gebeurde er? Ik ging dus mijn auto weer in die avond. En ik heb zo keihard zitten verbeelden van hoe mega fijn zou het zijn. Wanneer ik op mijn stuk grond zou kunnen wonen met een caravan. Wanneer ik met die caravan op mijn stuk grond zou kunnen wonen. Halleluja. Halleluja. Dat is het enige waar ik alleen maar over na heb gedacht. Ik heb echt de hele avond heb ik gedacht. Oh, ik heb alleen maar uitgezonden. Signalen uitgezonden. Oh, meneer. Laat mij je caravan lenen. Laat me je caravan lenen. Wat gebeurt er nou de volgende dag? Zegt hij tegen mij. Ja, en ik zat zo eens even te denken. Maar ja, jij zou die caravan wel kunnen gebruiken als je dat wil. Hè? Voor de time being. En natuurlijk wel als ik die camper verkoop. Dan dacht ik, nou, als het maar voor 3 weken ben ik heel blij. Want die auto is echt ideaal. Heeft hij nog diezelfde dag, de tweede dag dat ik dus daar woon op die grond, heeft hij dus die, de tweede dag dat ik hem leerde kennen, heeft hij dus die caravan hier naartoe gesleept. Woon ik dus nu gewoon in die caravan met al mijn altaar, de meervoud, met mijn tarotkaarten, alles. Ik kan gewoon normaal werken. Dit is toch magnifiek. Dit is direct de brug. Ja, nu gaan we echt beginnen. Dit is direct de brug naar de volle wormmaan. Want de volle wormmaan in de natuur. En je leert tijdens het Medicinaal Jaarprogramma echt wat al die manen inhouden. Daar ga ik nu niet dieper op in. Want daar zou ik te veel gaan weggeven. Wat het allemaal inhoudt. En je vindt er dus ook een tweelingzielen masterclass voor iedere volle en nieuwe maan. Waarbij je dus veel meer leert over de tweelingzielenreis. Hoe de energie werkt binnenin jou. En hoe je dus jezelf beter kunt leren begrijpen. Zodat je in harmonie raakt met jezelf. We bevinden ons nu in de natuur. Echt in het staartje van die winterperiode. En we gaan dus nu naar de lenteperiode toe. Sommigen van jullie die willen al in de zomerperiode zijn. Nee, nog niet. Ik weet dat het niet altijd lekker weer is in Holland. Maar hier op Fuerteventura ook niet altijd. Want het waait ook behoorlijk. Maar het is wel relatief goed hier warm. Sorry. Dus die volle wormmaan vertelt ons, gebruik je verbeeldingskracht voor het aantrekken van je tweelingziel. Dat betekent dus dat wanneer jij niet kunt zien, hè, ik spreek heel veel tweelingzielen, ik heb een hele lange tijd Akasha chronieke sessies gedaan, 1-op-1. En dan hoorde ik soms van hen, dat zij tegen mij zeiden, ja, ik heb eigenlijk niet een plan voor mijn toekomst. Dan dacht ik altijd, wat? Heb jij geen verbeelding voor je toekomst? Dat betekent dan dus, en dat was dan een oordeel op zo'n moment, daar hielp ik natuurlijk bij. Maar dat betekent dus dat er een brok vastzit bij jouw verbeeldingskracht. Hè? Dat is dus dit gedeelte, dat is jouw derde oog. En de volle wormmaan vertelt ons dat die verbeeldingskracht bij de Divine Masculine open gaat. Dat betekent dat de Divine Masculine gaat zien hoe hij of zij met jou een leven kan gaan leiden. Dat betekent dat er in een hele grote stap genomen gaat worden. Want wanneer de ander dat gaat zien vanuit die eigen visie. Hè, tijdens de baarmoederinwijdingen open ik dat bij de ander met Tupai. Dat is energietransmissie vanuit dat derde oog en vanuit ons hart naar de ander. En dan ontwaakt jouw Divine Masculine daar dus in mee. Nou, wanneer de ander dat dus gaat zien, meer,
dan betekent het dus dat de ander dat ook gaat creëren in dat eigen leven, in die buitenwereld. Even in mijn doos van Pandora gooien. We beginnen even met de unicornios. Dat is echt de magie. De magie die terug mag keren. Ik wil graag een boodschap voor de tweelingzielen. Vrijheid. Leef uitbundig en vrij. Kies voor je vrijheid. Eis je onafhankelijkheid op. Voor je vrijheid kiezen betekent dus dat jij bent de creator van jouw eigen leven. He, jouw divine masculine gaat zich nu dus realiseren. Wacht eens even. Hoe mijn buitenwereld eruit ziet, wat ik aantrek in mijn buitenwereld, dat creëer ik zelf. He, dat maak ik zelf. En dan heb ik dus twee keuzes. Dan kan ik me laten leiden door alles wat er om me heen gebeurt. He, door hoe mijn buitenwereld eruit ziet. Nou, dat is voor sommigen is dat niet fijn. Dat voelt niet fijn. En misschien zit jij in een baan wat niet werkt voor jezelf. Of heb jij bepaalde vriendschappen die je niet, geen goed doen. Oh, je ziet er met een klein beetje ervan. Even kijken hoor. Kom eens even hier. Ja, het is beter. Zo. Dan betekent het dat jij je energie meer naar binnen mag trekken. En dat is de sprong die de Divine Masculine mag wagen. Deze volle wormaan is. Hij of zij mag meer vanuit die verbeeldingskracht gaan werken. Vanuit die vrijheid van de geest. Nou ja, hoe raakt je geest vrij wanneer je daar moeite voor doet? Meditatie, in je eentje de natuur in. Zodat je het weer kunt gaan zien. Wanneer jij continu energie van anderen oppikt. Hè, dan blokkeer je jezelf. Dan is dit gedeelte geblokkeerd bij jezelf. Dus deze volle wormaan helpt hem om de sprong te wagen. Om echt voor die vrijheid te gaan. Om je eigen leven te kiezen. En wanneer jij die keuze maakt voor jezelf. Welke richting je op wilt gaan. Hè, door het jezelf te verbeelden. Nou, ik bedoel maar even. Dit is de tipi die ik voor mezelf heb verbeeld. Hè, heb gemaakt. Zo zie ik dus mijn tipi voor me. Nou, wanneer ik dit niet zou kunnen zien voor mezelf, dan trek ik dat niet aan. Hè? Dan zend ik niet die energie uit dat ik het op zo'n manier wil inrichten. Zoals die caravan, hè, nu, heb ik dus ook gezien voor mezelf. Vlak voordat deze caravan kwam, heb ik tegen mezelf gezegd, oh, het zou zo fijn zijn als ik gewoon iets, gewoon in een stabiel iets zou kunnen wonen. Dat zou zo fijn zijn. Hè? En nou is dit alsnog een tussenstap voor mij. Want uiteindelijk is mijn stap om een bus aan te trekken voor mezelf. Hè, uiteindelijk wil ik in een bus kunnen kamperen. In een grotere bus. En nou ja, eigenlijk mijn grote droom is gewoon zo'n Volkswagen T3. Oh, daar ben ik zo verliefd op. Hè, en dat trek je dus ook aan met je eigen gedachtenkracht. Maar wanneer je maar blijft twijfelen. Ja, dat gaat me nooit lukken, noem maar op. Die tweelingzielenrelatie, nou, dat zie ik echt nooit gebeuren. Al heeft hij weer een nieuwe vriendin. Nou, daar gaan we weer. Weet je, zo is mijn leven ook een hele lange tijd geweest. Zo zijn is mijn gedachtenpatroon een hele tijd geweest. Totdat ik ging leren om me gelijk te stellen met de cycli van de maan. Hè, om me gelijk te stellen met de natuur. En dit doen we dus met het Medicijn Miljaarprogramma. Daarmee veranderen jouw gedachten. Gewoon letterlijk jouw gedachten veranderen. De manier waarop jij naar jezelf kijkt verandert. En dus ook de manier waarop jij je buitenwereld gaat creëren verandert daarin mee. Het is zo'n krachtig programma. Het is echt, het is gewoon mijn baby. Het is echt mijn baby. Er zit zoveel passie in. Voor alles is er een goed moment. Respecteer de cycli van je lichaam. Luister naar de magie van de maan. Even kijken hoor. Ja, en dit is het moment om actie te ondernemen. Probeer bewust je dromen waar te maken. Heb vertrouwen in je eigen weg. Bewust je dromen waarmaken betekent dus dat jij dus bewust gaat creëren wat jij wilt aantrekken in jouw buitenwereld. Volle wormen. Oké, even kijken. We gaan eventjes de tarot erbij pakken. De tarot. De tarot. Zit ik dus in die caravan en stond nu dus de afgelopen dagen. Nou, die caravan schudt heen en weer. En ik wap aan mijn hondje. Die
ik uit het asiel hier heb geadopteerd. Die was zo bang. Die dacht, oh, wat is dit? Wind, regen. Ja, het was natuurlijk ook een beetje veel voor haar. Van een appartement naar een auto. Toen weer naar de caravan en enzovoort. Je moet het maar doen, hè, met zo'n moeder. Alles gebeurt met een reden. Ik heb zoveel geleerd in de tussentijd. Dat de Grisalitaro schoon mag raken. Goed. Een boodschap die wij willen horen. Oké, waar, even denken. Waar, wat gebeurt er nu op dit moment in de buitenwereld van de Divine Masculines? Wat gebeurt er in een buitenwereld voor degenen die echt helemaal geen contact met hun Divine Masculine hebben? Nou, dat is echt bijzonder. Deze kaart lag al bovenop. Toen dacht ik, nee, ik ga het even schudden. Gewoon weer dezelfde. Golden Flower Temperance. Wat deze kaart vertelt, is wat er in de buitenwereld gebeurt bij de Divine Masculines, is dat zij meer balans gaan vinden tussen het donker en het licht. Tussen actie ondernemen en rust nemen voor henzelf. Tussen geven en ontvangen. Wanneer jij dus heel erg met je aandacht buiten je ligt en alleen maar bezig bent met het herhalen van je patronen en bezig bent met alleen maar geven, anderen helpen, dan gaat er nu meer balans in komen. In jouw eigen ritueel, in jouw eigen wereld. Dus wat gaan de Divine Masculines doen in hun buitenwereld? Zij gaan hun ritueel, hun routine daarop aanpassen. Dus zij gaan meer rust voor zichzelf inlassen. Zij gaan meer zelfzorg voor henzelf inlassen. En dat kan dus ook op het gebied van werk gebeuren. Het kan dus ook zo zijn, nou ja, misschien wil je meedoen aan het Medicijn Miljaarprogramma, of dus het Vind Jouw Spirit-programma, om jezelf die nieuwe start te geven. Om dus nu echt te zeggen, ik ga voor die vrijheid, voor dat ondernemerschap met het Vind Jouw Spirit-programma. Maar ook voor die onafhankelijkheid. Ik ga voor die onafhankelijkheid van een werkgever, van anderen die me moeten steunen met geld. Ik wil dat zelf gaan doen, die inkomensstroom. Dat opent zich wanneer jij jezelf beter voelt van binnen. Nou, die Golden Flower zegt dus echt, er gaat meer pret in het leven komen. Die artist, de Queen of Stones. Die artist vertelt ons dat er meer creatieve flow mag gaan komen. En die creatieve flow betekent, misschien wel dat jij je talent als schilderes gaat gebruiken en daarmee je geld wil verdienen. Misschien wel op shamanistische wijze. De Queen of Stones betekent een krachtige vrouw, een krachtige divine feminine energie verbonden met de aarde. Stenen, de koeja's, is echt de verbinding met de aarde. Dus dat betekent dat jij nu echt die stap voor jezelf gaat nemen in hoe jij jouw leven wil creëren met deze volle wormen. Niet hoe een ander, de adviezen van een ander, wat je allemaal gaat integreren. Zoals mijn moeder zegt bijvoorbeeld, met alle respect voor mijn moeder, maar mijn moeder zegt bijvoorbeeld altijd, je moet er lekker in een caravan gaan wonen. Vraag of je die caravan kan kopen van die gappie. Dat zei ze niet, maar dat maakt het wel van. Maar wat voel ik? Wat wil ik? Nee, ik wil in een tipi wonen. Nou, de boer zegt vervolgens hier, ja, maar die tipi kan je nooit alleen laten. Dat kan je nooit alleen laten. Nou, ik heb alleen maar ceremoniële spullen. En ik heb kleding. En ik heb tarotkaarten. Wie hier gaat nou mijn tent in, mijn tipi in, en die gaat zeggen, die tarotkaarten, die ga ik verpatsen. Dat raak je aan de straatstenen die kwijt hier op het eiland. Dus, ik moet afgaan op mijn eigen gevoel. Je krijgt zoveel van buiten om je heen. Dus dat gaat de Divine Masculine doen in zijn buitenwereld. Dan wil ik nog even weten wat de Divine Masculine voelt op dit moment. Deze leggen we even dan neer. Daarvoor pakken we even de Hermetic Tarot. Oh, deze kaarten hebben zoveel kracht. Zoveel kracht. Nou, mocht je het je afvragen, die hoesjes bestel ik bij Ishvara Webshop. Echt zo mooi. Die maakt zij zelf, Chris. Ik heb geen aandelen hoor in haar webshop. Ik ben gewoon fan. Je moet het een ander gunnen. Oké. Even kijken. Wat voelt de Divine Masculine op dit moment? Hoe voelt hij zich? Hoe voelt hij zich? Justice, daughter of the Lord of Truth.
Hij voelt zich wat meer in balans, hè, yin en yang. Hij voelt zich wat meer in balans. Hij voelt zich net even wat meer uitgerust dan de afgelopen periode. En dat komt omdat hij meer ruimte voor zichzelf heeft genomen. En dat gaat hij dus nu, die lijn gaat hij dus voortzetten. En dat betekent dat er dus ook meer balans in zijn leven is gekomen tussen het continu maar zorgen, maken over van alles en aanwezig zijn in het hier en nu. En gewoon kunnen spelen, gewoon mogen loslaten. De Eight of Wands vertelt ons dat hij snelle stappen maakt op dit moment. De Eight of Wands is een kaart van reizen. En dat vertelt ons van een innerlijke reis die hij gemaakt heeft. Maar ook mogelijk wel een reis die hij wil gaan maken in de toekomst. Een reis die hij wil gaan maken om bepaalde krachtplekken te gaan bezoeken. Misschien wel om in een bus, met een busje een reis te gaan maken. De Lord of Swiftness. Swiftness betekent echt, het gaat snel. En dat betekent dat wanneer hij nu die keuze gaat maken voor wat hij wil in zijn leven, dat dat echt in sneltreinvaart gaat gebeuren. Hè? Ik herinner mij nog mijn ontwaken in april 2018. Nou, dat was echt een knaller gewoon. Hè, de ontwakingstijd is het valkseizoen op het medicijnwiel. En dat begint altijd met de lente-equinox. En daarin gaat echt een boost komen om dat eigen pad te gaan bewandelen. Om echt te ontwaken in jouw eigen innerlijke wijsheid. De sjamaan in jou. En daarom beginnen we dus ook de programma's altijd iedere lenteperiode in die ontwakingstijd. Omdat jij dan jouw vernieuwde ik gaat laten zien. En dat gaat vooral gebeuren voor de tweelingzielen dit 2022 jaar op het gebied van werk. Dat betekent dat je echt stappen mag maken op het gebied van jouw zielsmissie in die samenwerking met jouw spirit. Fortitude betekent dat het nu echt de positieve kant op mag gaan. Daughter of the Flaming Sword. We zien hier ook de leeuw en dat betekent echt die eigen innerlijke kracht. Er worden dus nu echt deze volle wormmaan stappen gemaakt vanuit dat eigen gevoel en vanuit die eigen kracht. En welke stap dat dan voor jou mag zijn, dat weet jij het beste voor jezelf. Nou, en als je nou zegt, nou ja, ik kom daar gewoon niet goed bij. Ik weet het steeds niet, ik kan niet goed richting kiezen. Ga dan echt meedoen aan de 13e riten van de Moon Nike iedere nieuwe maan. Want dat opent zoveel bij jou. Daarmee breng ik je echt in lijn met jouw ware zelf. Het opent echt intens veel bij jou. De eerste vangt daarvan weer aan op 1 april. De eerste nieuwe maand na de lente equinox. Ook de datum dus waarop we de programma's beginnen. Goed. Is er nog iets wat gezegd wil worden? Nee, we zijn er. Soms moet je het ook gewoon jezelf gunnen om er een eind aan te breien. De opgestegen meesters is een heel mooi en belangrijk oracle deck. Die ga ik vast en zeker één keer in zoveel tijd weer misschien in het vervolg gebruiken. Een heel belangrijk oracle deck om je beter te kunnen verbinden met de opgestegen meesters. Om je meer te kunnen helpen met echt het creëren van jouw leven. Heel veel liefde aan mij. Even de heilige ruimte schoonmaken en sluiten. Doei!